Erge. Ja, daar komt het wel op neer. Je hebt een beperkt aantal rechten die opgeteld over de hele Nederlandse ja. samenleving, dus met bedrijven, echt niet alleen burgers, binnen dat maximum valt, waardoor wij niet meer dan die anderhalve graad of twee graden, ja. dat is een keuze die we maken, gaan opwarmen. En, en er is dus een instantie die dat gaat terugrekenen naar ieder individu op aarde wat u betreft. Wat, dat zou een oplossing zijn. Nogmaals, het is niet de gedroomde oplossing. En hij heeft ook heel veel nadelen. Ja. Alleen, ik vind het alleen. Weet je, kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt. En als de overheid er nu niet kiest, voor kiest. Om serieus klimaatbeleid te voeren U en vindt te, dat te dit gaan kabinet, beprijzen. Waar uw eigen partij in zit. Geen serieus klimaatbeleid. Ben U bent geen lid meer van deze 66 Ik ben helemaal geen eigen partij, heb ik. Ik ben econoom en ik kijk ja. vanuit een onafhankelijke positie naar wat het beste klimaatbeleid is. U bent ontevreden over het klimaatbeleid Want van dit kabinet. het Klimaatbeleid nu van dit kabinet bestaat eruit dat er vele miljarden klaarstaan om de economie te vergroenen. Alleen als je geen. Dat is een wortel, zeg maar. Maar als je geen stok hebt om okay. die, dat geld naar goede kant te sturen door ja. beprijzing, gaat het niet werken. Even maar we hadden concreet. het erover, over deze carbon wallet. Ja. Dat betekent dat iedereen een persoonlijke hoeveelheid uitstootrechten heeft. Die, uh, en het, dat die uitstootrechten, daarvan zal het deel dat heel zuinig is met energie of dat. Bijvoorbeeld in een kleiner huis leeft of minder vliegvakanties maakt of dat soort dingen, die zullen uitstootrechten over hebben. En de, het idee was, en zo zijn we erop gekomen, is dat die huishoudens het overschot aan rechten kunnen verkopen ja. Ja. Aan, aan mensen die wat tekort hebben. Ja, ik...